Welkom, beste kijkers, bij alweer de 67e aflevering van Licht op Leiden. Op deze zondag, de 24e oktober. Wij hebben een heel bijzondere gast. Ze is nog niet zo lang geleden uitgeroepen tot de bekendste, beste sporter die Leiden ooit heeft gehad. In de discipline waterpolo, die waarin Leiden altijd eigenlijk heel erg in is uitgeblonken. Zij blinkt uit in een sport waarin Leiden uitblinkt, zo zou je het moeten zeggen. Yveske van Belkum. Yveske, hartelijk welkom. Dankjewel. Je bent hier welkom om over je successen te praten. Dat is toch eigenlijk waar we het over zouden moeten hebben. En dat is allemaal niet gering. Maar we beginnen eigenlijk ieder gesprek met de vraag, hoe is het gekomen? Waar kom je vandaan? En in jouw geval is dat vrij eenvoudig. Je bent, heb ik begrepen, een echte Leidse. Ja, ja, hier geboren. En ik woon tegenwoordig in Oegstgeest. Dus dat is een beetje vloeken in de kerk, volgens mij. Nou, maar, dat valt wel mee. Wat mij betreft is dat groot Leiden, hoor. Ik wou zeggen, op het randje zit dat. Maar ik kan me ook geen andere plek bedenken waar ik graag zou willen zijn dan in ieder geval in of rondom Leiden. Precies. En wat dat betreft, en je hebt nog steeds hetzelfde 3 oktober gevoel. Wat we een paar weken geleden allemaal weer hebben meegemaakt. Hè? Ja, zeker weten, zeker weten. Dat hoort bij het Leidse feestje. Dus het is heel fijn dat het allemaal weer kan. Ja, precies. Je komt uit een Leids gezin. En je komt ook echt uit een Leids waterpolo gezin, heb ik begrepen. Of misschien zelfs een waterpolo familie. Leg uit. Mijn vader en zijn 2 broers hebben altijd waterpolo gespeeld. Mm-hmm. Daarnaast is mijn moeder heel lang zwemtrainster geweest. En ook veel waterpolo gespeeld. En dan heb ik ook nog 2 zusjes, 1 oudere en 1 jongere, die ook allebei waterpolo spelen. Ja, ja. En dan ben ik er ook nog. Dus dan gaat het hard met het waterpologehalte. Ja, dus je hebt het diep uit je genen kunnen halen, zou je mogen zeggen. Ja, zeker. Ja, met de paplepel ingekregen en niet meer weg te denken uit mijn leven. Ja, nee. En dan dat leven van jou, dat begon dus zo'n 35 jaar geleden. En als ik dat leven nu overzie, moet ik zeggen, onvoorstelbaar wat er jou allemaal in die afgelopen 35 jaar is gepasseerd. Dat doen sommige mensen een heel leven over. Ja, dat snap ik aan de ene kant. Aan de andere kant was het voor mij heel normaal. Ja. Eigenlijk de laatste jaren ga ik steeds meer beseffen dat het dus niet normaal is. En dat heel veel mensen dit soort dingen niet doen. Ja. Maar ja, als je eigenlijk er middenin zit, dan heb je niet helemaal door dat het best wel bijzonder is. Wat je allemaal mag meemaken. Dus, ja. Nou, dat is zeker waar. Je bent bijvoorbeeld al direct na de lagere school ben je naar het stedelijk gymnasium gegaan. Ja. Nou, iemand die dat dan doet, kan goed leren, dat mag je zeggen. En heeft dan misschien een heel ander idee van haar toekomst. Nou ja, ik ben inderdaad begonnen op het stedelijk gymnasium, maar toen ik daar volgens mij in de 3e of 4e zat, werd ik ook steeds beter in waterpolo en werd ik uitgenodigd voor de nationale ploeg om fulltime te trainen. Ja. En toen heb ik dus ook gekozen om de overstap te maken naar het Bonaventura College hier in Leiden. Ja. En ik koos gewoon eigenlijk de weg waarin ik wel gewoon kon leren, maar ook meer dan voldoende tijd had om gewoon hard te kunnen trainen. Ja, precies. En wanneer was nou een beetje het moment dat je dacht van, nou, tussen de studie en waterpolo moet ik kiezen en nu ga ik deze of de andere kant op? Ja, in 2002 speelde ik een EJK en toen werd ik uitgenodigd door de bondscoach van toen de nationale ploeg. Ja. Toen werd ik voor het echte oranje, zeg maar, uitgenodigd. En dat betekende gewoon de ochtenden en de avonden in Zeist intern trainen. Nou ja, met het stedelijk gymnasium was het heel moeilijk om daar uit te komen. Ja. En toen ben ik op zoek gegaan eigenlijk naar een middelbare school die daar wel in mee kon en wilde denken. En die vond ik gelukkig wel ook in Leiden. Okay. En dat was goed te combineren. Okay. En dan word je steeds beter in Nederland. Maar je was nog hartstikke jong toen je alweer de sprong over de grote zee hebt gemaakt naar Hawaii. Ja, ik na mijn middelbare schooldiploma, dat viel eigenlijk precies goed samen met de Olympische cyclus. In 2004 haalden we het niet om met de ploeg naar Athene te gaan. Mm-hmm. En daarna verloor eigenlijk het programma van het waterpolo de subsidies vanuit NOC-NSF.
En wisten we niet of we fulltime konden trainen en dat wilde ik heel graag. Mm-hmm. En toen heb ik eigenlijk een aanbod gehad van de universiteit in Hawaii om met een scholarship daar fulltime te gaan trainen en te studeren. Dus die heb ik toen met twee handen aangepakt. En ben je dan een soort semi-prof? Je verdient eigenlijk niks met het sporten, maar ze betalen wel je onderwijs, je voedsel, je housing. Okay. Dus voor mijn leeftijd had ik het goed genoeg voor elkaar, zeker. Ja. En je deed daar fantastisch, dat mag ik zeggen. Jij zelf zal wat terughoudender zijn, maar binnen 2 jaar werd je uitgeroepen tot de beste waterpoloster van, zeg ik, poloer of zeg ik poloster? Ja, mag allebei. Mag allebei, betreft, goed ja, zo. Van Amerika. Als je dat zo zegt, dan ook dat heb ik toen heel anders natuurlijk meegemaakt. Ja. Ik was gewoon lekker aan het spelen en hard aan het trainen. Mm-hmm. Ja, en het ging wel lekker. Ja. Maar ik had echt een mooie tijd daar. Was je eenzaam? Nee. Het scheelt heel veel dat als je eigenlijk ook op het universiteitsterrein woont, dat je gewoon heel veel vriendinnen hebt die daar ook allemaal wonen en heel veel andere sporters die ook ver weg zijn van huis. Mm-hmm. Dus dan is het ook wel vrij makkelijk om gewoon een goede band op te bouwen met verschillende sporters en teamgenoten om je heen. En daarnaast was de wereld eigenlijk nog veel groter. Dus je had ook niet helemaal door wat je thuis misschien miste of niet meekreeg. Nee. Dus ik leefde gewoon mijn leven daar en wat er hier gebeurde. Geen idee. Nee. In Amerika is waterpolo toch ook een grote sport. Ze hebben daar ook veel medailles gehaald. De vrouwen zijn toonaangevend in de wereld. En jij was eigenlijk een beetje toonaangevend in Amerika, al zal je dat zelf niet zo direct zeggen. In een sport waarvan de Amerikanen zelf zeggen, laat er maar eventjes naar het filmpje gaan kijken. Waarvan de Amerikanen zelf zeggen dat het de hardste sport is op de Olympische Spelen. In 2012 and 2016, U.S. women's water polo won gold at the Olympics. Heading into Tokyo 2020, they were ready to do it again. But then the Olympic Games were postponed. For over a year, the best team in the world had no one to play. I almost think of it as a grieving period. We had been thinking of this one thing and it had been taken away from us. That's team captain and 2-time gold medalist, Maggie Steffens. This year, she's helped keep the team together and in shape. Below the water is going to be very physical. A lot of grabbing, kicking, punching that you don't necessarily see. You have to be able to do all of this in the weight room, jump in the pool, swim up and down, wrestle with somebody, not have any ground, and shoot a ball past the best goalie in the world. Cover some ground and move forward. We spent a week with the Olympic water polo team to see how it's training to defend gold. We train 6 days a week and we train each day for about 6.5 to 7 hours. And Sundays are our one-off day. We get up anywhere probably between 5:30 and 6. I think the secret to water polo is legs, deadlifts, back squats, RDLs, lunges. We're constantly throwing the ball, catching the ball, swimming, pulling. So we really need to develop our shoulders. We want to get strong. We want to be able to endure the physical demand you need for water polo. This is where the magic happens. We spend hours here to get ready for Tokyo. Ja, die vrouw die dat allemaal zegt, ken je haar? Ja, Maggie Steffens, de aanvoerder al een aantal jaar. En ik heb nog tegen haar zus gespeeld ook. Hey, wat leuk. Heeft ze gelijk? Gebeuren er onder water allemaal de meest verschrikkelijke dingen? Ja, het is een beetje hoe je verschrikkelijk verwoord, denk ik. Het blijft een contactsport en het is gewoon een fysieke sport waarbij het wel gewoon hard tegen hard is. Maar wel binnen de lijnen van respect en normen en waarden. En ik denk dat je het best wel zou kunnen vergelijken met het rugby. Het is gewoon knijterhard, maar uiteindelijk als puntje bij paaltje komt wel gewoon respectvol naar elkaar als tegenstanders. Ook na de wedstrijd bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk. Ja, weet je, helemaal na de wedstrijd. Ik heb best wel wat vriendinnen over de hele wereld. En dat zijn mijn vriendinnen buiten het water. Maar in het water is het ook gewoon hard tegen hard. En zo hoort het ook uiteindelijk.
Ja, we zullen straks zien dat je inderdaad vriendinnen en vrienden over de hele wereld hebt. In alle werelden, zo ongeveer. Voorlopig was je in Amerika. En je bent toen om een heel bijzondere reden ben je toen weer teruggekomen naar Europa, naar Nederland. En dat had te maken met het Nederlandse team, hè? Onze bondscoach Paul Metz, die mij goed kende en ook mij geadviseerd had om naar Amerika te gaan, die stopte. En zijn taak werd overgenomen door Robin van Galen, onze nieuwe coach. Ja, en hij kende mij niet tot nauwelijks. En het was de bedoeling dat we allemaal 2 jaar naar Nederland zouden komen voor een fulltime Olympisch programma. Dus toen ben ik ook naar huis gekomen. En toen ben je weer bij ZVL gaan spelen? 1 jaar heb ik bij ZVL gespeeld en het tweede jaar mochten we geen competitie spelen, dus toen heb ik geen competitie gespeeld. Oké, toen was je helemaal in de bubbel al in feite van het nationale team en zo. Hè? Ja. Toen ging je naar Peking. Had je een verwachting dat iets zou gaan worden? Nou, we hadden ons, wat heel veel mensen eigenlijk niet weten, is dat we ons super overtuigend hadden geplaatst voor de Olympische Spelen. Mm-hmm. Dat was een jaar voor de Spelen. In Kirishi hadden we het Europees Olympisch kwalificatietoernooi en dat wonnen we. Nou ja, dat kan je vergelijken met dat je Europees kampioen wordt. Ja. En daardoor hadden we ook een veel langere aanloopperiode richting die Spelen. En konden we eigenlijk, wij hoefden maar 1 keer te pieken in 2008, terwijl veel ploegen nog 2 keer moesten pieken. Ja. Dus ik had wel het gevoel dat we hele goede kansen hadden en dat onze kaarten wat dat betreft beter waren dan van menig ander land. Ja, precies. Overigens was het een complete verrassing voor Nederland, dat jullie zo ver kwamen, hè? Ja, realistisch gezien is het ook. Kijk, wij wisten van het Olympisch kwalificatietoernooi, maar ook dat het was geen officiële titel. Kijk, als je daarvoor misschien ook Europees kampioen was geworden, hadden mensen al rekening met je gehouden. Maar ja, wij hadden ons gewoon geplaatst voor de Olympische Spelen. En dat zegt natuurlijk veel minder dan als je eventueel een Europees kampioenschap binnenhaalt. Ja. En op de echte toernooien, ook vlak voor de Spelen, werden we gewoon 5e op het EK. Ja, dat is niet iets waarvan je denkt van die gaan eventjes knallen in Peking. Dus ik snap heel goed dat het voor veel mensen als verrassing kwam. Ja, en jullie werden mateloos populair in Nederland, hè? Had je daar iets van, toen je daar in Peking speelde, iets van door? Nee, het was een heel andere wereld nog, zeg maar, dan als we hem nu kennen. Ik had net aan Facebook, maar dat was ook allemaal geblokkeerd in China. Dus daar kon je ook niet op. En mijn familie was ook gewoon thuis. Dus ik had helemaal niet zoveel contact met mensen in Nederland verder. Nee. Want dat was ook gewoon ongelooflijk duur om überhaupt te bellen. Dus eigenlijk had ik dat pas door toen we weer terugkwamen. En dat mensen echt gewoon, daarvoor thuis bleven, moesten het zien, was de talk of the town. Ja, ik merk het nog wel eens, dat mensen nog steeds weten van, dat heb ik toen ook gekeken. Terwijl, we zijn ondertussen 13 jaar verder, dus dat is best bijzonder. Ja, en eigenlijk ben jij zelf ook toen tot een bekende Nederlander geworden binnen een weekje. Hè? Ja, kijk, ik voel mezelf absoluut geen Nee. Weet je, ik denk dat het groot verschil zit in een teamsport versus een individuele gouden medaille. Ja. Omdat je deelt hem gewoon met z'n allen. Dus ook de aandacht wordt natuurlijk gewoon volledig verdeeld. Ja. En daarnaast denk ik ook dat ondanks dat we heel populair waren, is daar verder niet echt op doorgepakt of iets in die richting. Nee. En het was, ik wil niet zeggen, het was net zo snel weer weg als dat het kwam, maar ja. Dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met het feit dat jullie 4 jaar later nogal een teleurstelling hebben. Nee, ja, zeker weten. Dat heeft alles met te maken. 1, dat er eigenlijk direct na het Olympisch goud geen plan was van hoe gaan we hiermee om als team. En 2, dat inderdaad toen je eigenlijk het verhaal wilde gaan kopiëren en het toen wel duidelijk was wat we ermee zouden kunnen als je het nog een keer haalt. Ja, toen kwalificeerden we ons niet naar Londen, nee. Dus je dus in feite je Olympisch gouden medaille niet mocht verdedigen. Nee. Ja, daarom. Nee. Ja. Jij hebt toen overigens, als ik dat goed begrijp, daarna heb je, na 2008 ben je naar Griekenland gegaan. Ja. Daar heb je in Piraeus in 2 teams gespeeld, heb ik gezien. Mm-hmm. En daar ben je mateloos populair geworden. Ik heb gewoon. De manager van het eerste team waar ik had gespeeld, die had al in 2003 mij voor het eerst benaderd of ik bij hun wilde komen spelen. Hmm. Nou, toen vond ik mezelf daar veel te jong voor en ik wilde ook veel liever eerst naar Amerika. Maar toen na de Olympische Spelen in Peking vroeg hij me weer. En toen dacht ik, ik ben er denk ik wel klaar voor. En toen ben ik daar ook heen gegaan. Toen ben je gegaan. En is dat dan wel
een profcarrière die je dan voor het eerst begint? Ja, eigenlijk hetzelfde idee, alleen heb ik daar geen studie of wat dan ook. Maar ja, mijn eten wordt betaald, je housing wordt betaald, je krijgt wat zakgeld waar je gewoon heel leuk van kan leven terwijl je daar bent. Ja. Maar laten we niet doen alsof ik van waterpoloer rijk ben geworden. Maar dat geloof ik ook. En daarna heb je de teleurstelling dat Londen niet doorgaat. Ja. En dan ga je weer naar een heel andere streek. Dan ga je naar, dat gaan we nu zien in een filmpje, wat je dan weer allemaal gaat opzoeken. Het is een troosteloze aanblik. Het stadje Ruza is niets meer dan een plaats waar je langs rijdt op weg naar Moskou. Er is amper werk, er is bijna geen leven. 13.000 Russische inwoners en één Nederlandse. Jullie kunnen de auto daar parkeren als je wil. En hier woont ze. Yveske van Belkum heeft het getroffen in Ruza. Ze heeft een typisch Russisch appartement. Maar dan wel gesitueerd in een typisch Russisch plattelandstadje. In deze onzekere omgeving vond Yveske van Belkum zekerheid over haar toekomst als topsporter. Bleef de bondscoach, blijft het Olympisch topsportprogramma in Zeist, behouden de polo'ers hun inkomen van NOC-NSF. Het was allemaal heel onduidelijk en ik was gewoon wel een beetje bang dat het in Nederland komend jaar heel erg lastig voor me zou worden. Kijk, als het zo is en het NOC laat ons vallen, dan kan er in Zeist niet meer getraind worden. Want iedereen raakt zijn inkomen kwijt. Nou ja, ik heb toen gewoon voor mezelf gekozen van ik wil gewoon fulltime kunnen trainen dit jaar. En dat kan ik hier sowieso zeker, zonder dat ik daaraan hoef te twijfelen. En dat was voor mij, ja, die zekerheid was belangrijker eigenlijk voor mij op dit moment. En hier tussen de vervallen flats is de waterpolozekerheid verrassend genoeg vele malen groter dan in Nederland. Want al ziet het stadje er niet uit. Ja, het zwembad is gewoon schitterend. Dat komt nu aan, hier zo links. En als je dit zwembad binnenstapt, geloof je je ogen niet. Dit is het competitiebad, dus hier spelen we ook. En het ligt nou vol met andere sporters. Dit zwempaleis is een droom voor iedere waterpoloer. En is van alle gemakken voorzien. Van sauna tot gymzaal. Gangen vol deuren die toegang geven tot... Ja, dit is de krachtruimte. We hebben alles erop en eraan wat we nodig hebben. Er is een dokter. Een masseur. Er zijn fysiotherapeuten. Een heuse balletzaal. Een sporthal. Allemaal voor de waterpoloploegen. Als wij iets willen, dan moet de rest eruit en dan kunnen wij erin. Er zijn vaste kleedkamers voor de polo'ers en zelfs een tweede trainingsbad. Ja, in het begin verdwaalde ik ook regelmatig en dan liep ik gewoon maar achter de meute aan waar ik heen moest. Maar op een gegeven moment weet je natuurlijk gewoon waar alles is. Ja, je ziet gewoon, het is gewoon echt een professionele organisatie in plaats van, in Nederland hebben we als water, polo, zwemverenigingen. Ja, dat is allemaal heel amateuristisch natuurlijk. Je moet bleuren om badwater en hier het zwembad is gewoon volledig tot onze beschikking en alles voor ons. Alles in teken van topsport? Ja, alles in teken. Alleen maar topsport, geen recreatie. En keiharde topsport, ook voor kinderen. Maar zo maak je dus wel kampioenen in plaats van zeurders. Ja, als ik naar dat filmpje kijk en ik denk Hawaii, ik denk Athene, Piraeus. En dan zit je nu honderden kilometers van Moskou. Wat moet jij van die waterpolo sport gehouden hebben en nog houden? Ja, zeker, zeker. Ja, ik ging daar ook helemaal niet heen voor het land of voor het gebied, maar echt voor de ervaring en voor voor het nieuwe, het onbekende. Ja. En dat leek me gewoon super gaaf en is me ook echt heel goed bevallen. Ja, precies. Want wat je ook nog vertelde, dat je eigenlijk met geen twee woorden Engels nog iets kon aanvatten. Dat je op een bepaalde manier eigenlijk gewoon gedwongen werd om direct het water in van de taal te springen. Om niet te verzuipen. En dat je dus binnen een week in ieder geval in het Russisch je bestellingen moest doen. Want anders dan kwam je om van de honger.
Nou, zo erg is het natuurlijk niet. Ze zullen heus wel met te eten hebben gegeven, ga ik vanuit. Maar je moet gewoon wel heel snel je aanpassen. Waar in Griekenland, Amerika, Engels gewoon een meer dan gevoerde taal is, was dat in Rusland gewoon echt niet het geval. Nee. En aan de ene kant is het aan het begin daardoor wat lastiger. Aan de andere kant is het ook wel weer heel mooi. Want je wordt ook gewoon gedwongen om mee te gaan en iets nieuws te leren. En ook de taal te leren. Spreek je Russisch? Pravda? Kijk, ik kon me zeer goed verstaanbaar maken. Okay. En ik kon ook gewoon echt alles begrijpen wat mensen om me heen zeggen. Maar het is ook ondertussen alweer, wat is het, 8 jaar geleden. Tuurlijk. Dus ik merk wel dat, ik heb nog wel een paar Russische vriendinnetjes. En dan op de app of zo, dan meestal Russisch naar mij en dan Engels terug. Want anders ben ik een kwartier bezig met iets terugtypen. Tuurlijk. Dus het gaat net zo snel weer weg helaas als dat het wel komt. Ja. En dan slaag je er toch weer in om na de beste Amerikaanse polo's te zijn. Nu ook de beste Russische te zijn, heb ik begrepen, toch? Ja, ik denk dat met name in Rusland zijn ze heel erg van de regeltjes en de structuur volgen. Nou ja, ik ben een vrij creatieve speler. Dus dat maakte me denk ik vooral heel uniek in hun competitie. Dat ik wel eens iets deed wat niet helemaal was afgesproken. Maar zolang dat dan goed ging, mocht het net aan, zeg maar. Onder water? Nee. Met name gewoon boven water en binnen de teamafspraken. Weet je, iedereen is gewoon zo taakgericht en gestructureerd. Ja, dat zijn wij in Nederland minder gewend. Dus dat was voor mij moeilijk. Maar aan de andere kant dus ook het hele leerproces om dat eens mee te maken. Maar daardoor kon ik me ook wel redelijk makkelijk onderscheiden ten opzichte van de andere spelers. Ja, en daar een Land Trophy gewonnen, dat is toch zoiets als een Champions League of een Europa Cup? Ja, de Europa Cup met hen gewonnen. In Griekenland ook weer aan de Grieken heb kunnen schenken? Jazeker, ja. Nee, ja, ik heb gewoon, je weet ook, dat is niet voor iedereen. Dus je moet gewoon wel 2 keer deel uitmaken van een ongelooflijke mooie ploeg om zoiets te kunnen bereiken. En ik ben blij dat ik daar ook een bijdrage aan heb kunnen leveren. Ja, precies. En toen kwam je weer uit Rusland terug naar Leiden en dan is er altijd weer ZVL. Ja, zeker. Kijk, ik ben ook heel blij dat eigenlijk in de jaren dat ik weg ben geweest, heeft ZVL heel hard aan de weg getimmerd. En is ZVL gewoon een van de topclubs in Nederland geworden, ondanks het korte bestaan, zeg maar, van toen nog de startgemeenschap. Er staat een startgemeenschap. Wat wordt daarmee bedoeld? Eigenlijk is het voortgekomen uit in eerste instantie 3 verenigingen uit de regio. Dus LLGB, Vivax en LZ 1886. Ja. Nou, uiteindelijk heeft Vivax besloten weer zelf in Oegstgeest verder te gaan. Hm. En nu tegenwoordig zijn ZVL, LZ 1886 en de LGB zijn helemaal gefuseerd nu. Dus er is nu geen startgemeenschap meer. Nee, ook dat is een soort fusiegemeenschap. Bij de heren wilden ze dat in eerste instantie nog niet, maar bij de dames wel. Om het geheel op een hoger plan te tillen. Dat hebben we volgens mij 10 jaar gedaan. En toen uiteindelijk zijn de beide verenigingen alsnog over de hele breedte samengefuseerd. Ook het wedstrijdzwemmen. Okay. Dus nu zijn maar, we zijn één. Het aparte verenigingen voor dames en heren? Vroeger wel, nu niet meer. Okay. Nu is alles één. En dat is alles denk één. Ik voor de sport en überhaupt voor Leiden denk ik een goed is, iets. Is dat het allerbeste? Voor Leiden zeker. Nou, ja. Leiden heeft veel aan jou te danken. En Leiden heeft geprobeerd om daar iets terug voor te doen, denk ik. Daarom in maart van dit jaar, bijna een halfjaartje geleden, waren er verkiezingen, maar er was nog een andere verkiezing en daar gaan we nu ook naar kijken. Middag bij deze saaie vergadering, want dat was namelijk waar Yveske naartoe ging vanmiddag. Yves, het gaat om jou. Welkom allemaal, het is 22 juli 1986. Precies een week eerder is de meesterschilder Rembrandt van Rijn, misschien wel de grootste Leidenaar ooit, een week eerder is hij 380 jaar geworden. Een Leids meisje zag het levenslicht als dochter van Erna en Alex, zelf tellige uit een zwem- en waterpolofamilie van Belkum en Maasdijk. De Leidenaars weten precies waar we het dan over hebben. Dan ga je toch vanzelf het water in. En dat is ook gebeurd, maar niet zomaar. Yveske van Belkum groeide uit tot de beste waterpolo-speelster ter wereld. In een bepaalde periode. En de grootste vrouwelijke sporter die Leiden ooit heeft gehad. En dat zeg ik op eigen titel als voormalig topsportcoördinator van Leiden. Met mij zijn het er een heleboel eens. 35 jaar later besloot zij te stoppen met haar actieve waterpolo-carrière. Een beetje geholpen door corona.
En mede daardoor in de achtergrond en zonder veel opwinding eromheen. Dat gaat natuurlijk niet, hè? Dat gaan we niet doen. Dus topsport Leiden en haar club ZVL 1886 besloten Yveske van Belkum een gepast afscheid te geven. Wat helaas in oktober niet lukte. Maar toen was het al de bedoeling. Ja, dat is natuurlijk een heel bijzonder filmpje. En wat ik jammer vond, dat jij niet zelf uitgebreid aan het woord kwam in dat filmpje. Je was ook natuurlijk duidelijk verrast, overrompeld, met flauwe smoezen allemaal daar binnen geleid en zo. Zo gaan die dingen. En nu ben je ridder in de orde van Oranje Nassau. Voelt dat goed? Het is vooral mondvol. Nee, ja. Voelt dat goed? Het is natuurlijk een ongelooflijke eer dat mensen zich hebben ingezet om dat voor mij aan te vragen. Ja, dus dat voelt als meer als een eer dan dat het heel goed voelt. Ja, het mooie is dat het niet alleen vanwege het feit dat je de beste Leidse sporter ooit bent... maar ook omdat je daarnaast nog zoveel andere dingen doet. Omdat je in het buitenland bijvoorbeeld ook zo buitengewoon gewaardeerd wordt. Dat hebben we ook in dat filmpje kunnen zien. En ook omdat je je inzet voor allerlei zaken. Bijvoorbeeld spieren voor spieren. Wat doe je daarin? Ik ben ex-topsportambassadeur. Eigenlijk voor de kinderen met spierziekte. Ja. Een licht aan het eind van de tunnel, zeg maar. Ja. Om ze af en toe iets te kunnen geven wat ze zelf niet kunnen. Ja. Ik ben van mening dat alle kinderen zouden moeten kunnen sporten. Maar dat is voor hun helaas niet het geval. Ja. En door af en toe wat terug te doen, vind ik het heel fijn om... Dat wordt buitengewoon gewaardeerd. Doe je ook nog iets daarnaast? Heb je ook nog reguliere werkzaamheden? Ik ben trainer-coach bij ZVL nu zelf. Ja. Ik doe het regionaal talentcentrum hier voor Topsport Leiden. Mm-hmm. En ik heb sinds kort mijn eigen badkledingmerk in duurzame zwemkleding. De SS, de Sweet Swimmers, heb ik begrepen. En dat is een bepaald soort badkleding. Ja, het is voor kinderen en voor volwassenen. En het is of gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal of van gerecyclede petflessen. En allemaal ook gemaakt onder omstandigheden die er mogen zijn. Omdat dat gewoon... dat is denk ik wel de toekomst. En daar is gewoon niet altijd goed naar omgekeken in het verleden. Dus bij die werkzaamheden ruiken we ook nog weer de geur van hoger honing, zoals dat heet. Hè? Natuurlijk, omdat je zegt, dat heeft toch ook iets voor de toekomst en het klimaat. Uiteindelijk zullen we toch allemaal samen moeten doen zo om de wereld zo goed mogelijk te maken. Ja, zo is dat. Heb je verder nog plannen waarvan je zegt, dat moet iedereen weten? Lastig. Ik zie wel wat de toekomst brengt. Ik ben nu bezig met een master in coaching. Dus daar hoop ik heel veel energie uit te halen. En ook nog meer richting te vinden welke kant je uiteindelijk op kan gaan. Ik dank je wel. En ik hoop dat je de volgende 35 jaar van je leven net zo spannend zullen zijn als ze tot nu toe zijn geweest. Dank je wel. Volgende week... Beste kijkers, is Rens Heerenweer hier weer. En hij gaat praten met Jeroen Windmeijer, ook weer zo'n bekende Leienaar. De succesvolle auteur van buitengewone, spannende thrillers. En wij bedanken jullie voor de aandacht. Dankjewel Yveske, dankjewel kijkers.